Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press. Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Luisteraar, heb je al gegeten? Was dat wel gezond? En zo ja, hoe weet je dat? Je moet goed ontbijten, liefst met vezels en tijdens de dag niet gaan snoepen. Regelmatig kleine porties. Mueslirepen zijn ook snoep. Laat je niets wijs maken. 'S avonds gematigd eten, niet te veel. Er mogen niet te veel ingrediënten in zitten. Meer dan 5 is verdacht. Je moet ook zelf koken. Opwarmen is geen koken. En je moet de herkomst van je eten weten. Het liefst niet meer dan 40 kilometer vanaf je eigen huis geproduceerd. En het moet eerlijk eten zijn. Duurzaam, met liefde bereid, passend bij het seizoen en lekker. Eet smakelijk. Het was wel de verkeerde volgorde. Het begint met lekker. Het begint met lekker? Ja, en dan al die andere dingen. Als het niet lekker is, is het sowieso zonde. Luister, u herkent misschien de stem wel, want vandaag gaan we het hebben over de rol van media en die zou kunnen hebben bij onze voedselinname. Kunnen we gezonder worden als we al het nieuws volgen over eten? Of zijn de mediamakers niets meer dan de handlangers van het groot kapitaal die ons vet mesten met suiker, zout en vet? En bij hoge uitzondering doen we dat deze keer niet met een wetenschapper, maar de man die al jaren moedig ten strijde trekt tegen valse claims van de voetbalindustrie. De voetbalindustrie. Voetbalindustrie. Het is misschien een hele mooie vergelijking tussen voetbaljournalistiek en schrijven over voeding, maar daar komen we misschien een andere keer op. Hier aan tafel zit programmamaker, presentator en schrijver Teun van de Keuken. Teun, wat heb je vanavond gegeten en waarom? Juist. Nou, ik heb gegeten... hoe zal ik het dan noemen? Chili sin carne. Ja. Ben jij vegetariër? Nee, mijn dochter is vegetariër. Ai. En daarmee word ik het automatisch ook. Want ik heb een hele tijd, voordat mijn dochter vegetariër was, was ze eigenlijk een soort, ja, hoe noem je dat? Non-tariër. Dat is eigenlijk gewoon niks. Oh. Ja. De non-for. Ja. En dan wil je, dus natuurlijk als ouder denk je, ik ga mijn kind helemaal ik hou van lekker eten, dus daar houdt zij dan ook van en allemaal. En dat was, elke avond was dat een strijd. En op een gegeven moment, toen heb ik 2 keer op een avond gekookt. Oh, echt? Dus eerst voor mijn kinderen, gewoon die paar dingen die ze dan wel lekker vonden en daarna nog een keer gezellig voor mij en mijn vrouw en dan helemaal uitpakken. Maar ja, nu zijn de kinderen wat ouder en dat is, vind ik toch gezellig om samen te eten. Ze eten ook wel meer dingen, maar dat houdt toch ook vaak in geen vlees. Maar dus jouw kinderen dicteren wat jullie eten eigenlijk? Nou nee, kijk, het is natuurlijk, ik vind dat, sowieso, ja natuurlijk. Ja. Voor een groot deel dicteren kinderen, ben ik bang voor heel veel ouders wat ze eten. Maar in dit geval... ze eten? Ja, wij eten wel vrij laat altijd. Ik heb nu echt vroeg gegeten om hier... Maar moeten ze niet, dan moeten die kinderen niet naar pianolessen en naar sport en allemaal dat soort dingen? Ja, ook. Ja. Maar in ieder geval... Gisteren had ik een geweldige bolognese saus gemaakt... En dan had ik daar vandaag gewoon wat bonen doorheen gedaan. Maar een bolognese staat zonder gehakt. Ja, nou... Dus, de ragout, zonder gehakt? Ja. Dus je had gewoon tomaten warm gemaakt. Het is dus eigenlijk, moet ik dus wel toegeven, is dan met dat... Maar dat vind ik een van de weinige vleesvervangende producten die ik echt goed vind. Dat is dat vegetarische gehakt. Van de vegetarische slager. Ja, maar ja. Het zou ook van een ander merk kunnen zijn. zijn niet gebonden aan onderregels, hè? Maar het is wel zo. Spreek vrij uit. Maar ook dan doe ik door dat gehakt weer allerlei dingen om dat nog wat op smaak te brengen. Maar anyway, dus in het kader van dan niet gewoon weer dingen weggooien, maak je er dan de volgende dag weer wat anders van als er wat overblijft.
Ik krijg toch het idee dat je een bolognese hebt gemaakt zonder gehakt, maar met nep gehakt. Ja. En de dag daarna bonen bij hebt gegooid. Dat is letterlijk wat ik zei. Ja. Nou ja, dat was hartstikke lekker. En naast mij mediadokter, dokter Linda Duits. Ik vond dat er zat een soort ondertoontje in, alsof dat niet goed was. Nee, ik vind dat... wat goed is aan eten, of dat moreel goed is, en of je het, dat gaan we nog uitgebreid over hebben. Ja, ik ben heel gevoelig voor toontjes. Linda, ik was wat later en ik trof jou aan op een terras waar je aan het eten was. En dat kon natuurlijk, kon dat wel wat je daar at? Dat is wel een interessante vraag, want ik at, het was heel lekker, een stukje zalm met een zo'n kruidenkorst dingetje en patatjes. En volgens mij kostte het iets van €14,50, ja. Wat redelijk goedkoop is. Dus dan moet je je altijd al afvragen, waar komt deze zalm vandaan? Ik kijk nu eigenlijk even naar... onze technicus Tom die hier zit en die werkt bij de markt met een Q en hij is visspecialist daar. Oeh, dat vind kan ik... Kan dat eigenlijk? Vis voor zo goedkoop, Tom? Waarschijnlijk niet. Inderdaad. Tom zegt nu dat het waarschijnlijk niet kan. Maar wat eigenlijk ook niet kan, is dat die markt met een Q, dat die dus altijd zoveel verse vis heeft liggen. Want ik zie dus altijd, dat is eigenlijk... Supermarkten en vis, dat gaat gewoon niet. Omdat er gewoon te weinig omloop is in die vis. En wat is eigenlijk wat bijna alle mensen zeggen die wel eens in markt komen? Het stinkt er altijd naar vis. Omdat ze daar dus gewoon zoveel vis hebben uitgestald, die gewoon niet verkocht wordt. Dat is ook een probleem. Maar dat kunnen we aan Tom vragen. Tom, jij werkt bij Markt Tom, op de visafdeling. Hoeveel gaat er weg? Minimale derving, zegt Tom. Ik vind ook juist altijd in de markt natuurlijk altijd naar kip ruikt. Ik wil altijd als ik daar binnen loop, wil ik die kip kopen. Omdat ze die aan het grillen zijn. Maar het kan ook dat de derving minimaal is. Omdat jullie hem dus inderdaad vrij lang laten liggen. Nee, ja, dat kan ook zijn dat je gewoon oude vis aan het kopen bent. Ja. Omdat het de doorloop... Ja. We hebben eerder een uitzending gemaakt over de populariteit van eetmedia. Dat is aflevering 16, luisteraar. Ga dan nog eens terug. Dat is alweer heel veel jaren geleden. Waarin het ging over wat we allemaal op Instagram doen en kookprogramma's. Maar er is in de media ontzettende aandacht voor eten. Mm-hmm. Tuin, hoe kan dat? Waarom is er zo'n continue aandacht voor niet alleen de leuke kant van eten, maar ook voor alle kwaden die daaraan vast zouden zitten? Ja, het is inderdaad, het is sowieso volkomen doorgeslagen. Dat moet gezegd worden. Er is ook geen enkele relatie tussen de toename in ook bijvoorbeeld kookprogramma's en hoeveel het aantal minuten dat mensen zelf kookt neemt alleen maar af. Dus het lijkt alsof mensen snel eten om dan maar gewoon daarna op de bank naar een kookprogramma te gaan kijken. Dus werd er toch een soort educatie geschaard. Van nou, dan leer je. Maar dat is dus allemaal niet zo. Een vriendje van mij zei dus laatst dat hij dat heel prettig vond. Dat hij dan heel graag naar Chef's Table keek. Wat toch wel gaat over echt goede koks. Ja. Terwijl hij echt ranzig eten aan het eten was. En ik kan dat niet. Dus ik keek laatst een aflevering over ramen. En dan krijg je heel erg zin in ramen. Nou, ik heb eigenlijk altijd zin in ramen. Maar dan kan ik niet. Of bijvoorbeeld de podcast Chef van Hiske Versprillen. Ja. Dat een prachtige gemaakt over Toscanini. Nou, toen ik dat luisterde, toen wilde ik meteen een tafel geboekt bij Toscanini. En dan moet je altijd even wachten. En ik had helemaal dagenlang pasta craving. Maar als ik iets over goed eten, wat echt bedoeld is om je echt lekker te maken, dan kan ik daar niet. Dat eet ik sowieso eigenlijk niet. Maar een magnetronmaaltijd of zo bij eten. Ja, nee. Maar blijkbaar doen mensen dat dus wel. Dus misschien is het toch dat mensen hun... Dat een beetje een soort compenseren. Van ik heb nu eigenlijk iets heel ranzigs klaargemaakt, warm gemaakt. Ja. Maar is dat compensatie of zit het plezier ergens anders? Ja, het is toch wel een heel zintuigelijk plezier. Hè? Dus dat is... toen we begonnen met de keuringsdienst, toen was ook de jongen die het eigenlijk bedacht heeft, Maurice Dekkers, die zei van ja, kijk, het gaat gewoon over dingen die mensen in hun mond stoppen. En we hebben bijvoorbeeld ook een uitzending gemaakt over dat... Want de keuringsdienst gaat eigenlijk niet... Die gaat voor, ik denk 99% over voedsel. Maar soms maken we ook een uitstapje. We hebben ook een keer een uitzending gemaakt over het Donse dekbed. En dat ging erover dat dan ganzen 3 keer in hun leven werden kaalgeplukt tot bloedens toe. Om onze dekbedden te maken. En toen zei die Maurice van, ja, en dan is het afgelopen. En dan gaan die mensen s'avonds lekker onder hun dekbed. Ja. En dat is dus, daarom raakt het ons zo. Omdat het gaat over allemaal dingen die we in ons mond stoppen. En dat ervaar je bijna lijfelijk. En dat is zowel, natuurlijk net zoals met enge films of zo. Is zowel met dingen die lekker zijn. En dat je, oh,
Dat inderdaad, ik heb ook, als ik naar zo'n chef's table kijk, dat ik het gewoon door de beeldbuis heen al kan proeven. En dat ik dan echt... Maar ook als je dus iets heel goors ziet, dus plakvlees of van dat pink slime waar kip nuggets van maakt, dan krijg je ook echt een walging daarvan. Dus het is gewoon heel, ik denk dat het gewoon een heel zintuigelijke ervaring is. En dan met die social media, dan is het natuurlijk met de Instagram dat het allemaal mooie plaatjes zijn. En je hebt hier een waardeloos restaurant in Amsterdam dat alleen maar dingen met avocado maakt. Maar het enige waarom dat succes is, omdat zij Instagrammable eten maken. Ja, ik geloof dat de inrichting en de verlichting van restaurants ook aangepast is om het fotografisch een beetje goed over te laten. Echt? Komen. Want ik heb dus juist, ik ben een Snapchatter. Dus ik zet al mijn eten op Snapchat. En dat vervliegt, dus dat is heel kort, zeg maar. Dus dan blijft de schaamte niet hangen. Ik schaam mij absoluut niet voor de dingen die ik eet. Maar ik eet juist best wel vaak in goede restaurants. En dan is het dus juist vaak heel moeilijk, want het licht is dan niet goed. Mm-hmm. Om dan zonder flits foto's te maken. Dus ik denk toch... Dat je hebt restaurants die dan inderdaad inzetten op Instagrammability. Ja. En restaurants die gewoon inzetten op dat jij daar lekker gaat eten. Ik kan me herinneren, het schiet me nu ineens te binnen, dat ik echt mijn eerste paniekaanval was. Wel dat ik een jaar of 8 was en keek naar het programma Kieskeurig met Tineke Verburg. Ja. Waarin er gesproken werd over potjes zwart-wit met een dopje erop, waar dan een kind van gestikt was. En ik had dat ook wel eens gegeten. Wat was zwart-wit? Zwart-wit is salmiak. Salmiak is dat. Gebluste huppelpup, zal peterzuur is dat, geloof ik. Maar dat je hier zit echt zo, ik weet echt niet waar je het over hebt. Maar geef me nee, maar die ervaring dat je een keer iets hebt gegeten. Poeder, dat je dan gewoon zo met je natte vingers. Ja, dat was zo'n potje. En ja. Dat ik, ja. Weet je, dit is echt helemaal onbekend. Nee, ik weet het nu, maar volgens mij is er geen herkenning. Geen herkenning bij de jeugd. Geef niet, onze luisteraars zijn ook oud, dat maakt niet uit. Maar dat, er was iemand dood gegaan en er werd al gewaarschuwd als je dat dan zou hebben. Ik had echt het idee, als misschien was ik wel 6 hoor, dat ik aan de dood ontsnapt was. En heb je er dan ook niet meer van? Jawel, uiteindelijk weer wel natuurlijk. Maar ja. Heb jij dat idee dat als jullie berichten in de keuringsdienst, dat er dat het beklijft? Ja, is er een nieuw van het hek-effect vanaf de keuringsdienst? Zijn er producten die... te lijden hebben gehad, langdurig onder jullie berichtgeving? Nou, ik weet dat een van de... Pas op, want hij gaat echt je vragen wegpakken. Oh, je hebt dat heb ik hem eerder, dat heb ik hem eerder zien doen. Ja, daar moet je echt voor uitkijken, Vincent. Heb je dat eerder meegemaakt, Jan? Ja, vertelde ik net aan Tom dat je een keer een gastcollege bij mij gaf. En toen had je de vraag van de student afgepakt. Maar, wij hebben ooit een uitzending gemaakt over... in die zin, dat gaat ook weer voorbij. Dat is jammer ervan. Maar we hebben ooit een uitzending gemaakt over Lipton Tea. Lipton Thee. En het was een reclame met de Nicolette van Dam en haar... Ik weet niet of het haar echte moeder was of haar reclamemoeder. Ze deed heel erg echt. Dus En zei, wat wil je? Ja, doe maar gewone thee. Dat was eigenlijk zo'n beetje. En toen hadden wij ontdekt dat er in die theezakjes... dat daar een soort rare bolletjes in zaten en dat het suiker was. En dat was dus ook allemaal die groene thee en zo. En die gezonde theemeisjes, die waren echt helemaal over de zeik van die uitzending. En de volgende dag was het overal in de uitverkoop, omdat ze het gewoon niet meer verkocht kregen. En dat was ook de laatste keer, want het was namelijk dat Unilever had gezegd, Lipton is van Unilever, die had gezegd van nou ja, we willen eigenlijk niet meer aan jullie uitzendingen meewerken. En sindsdien werken ze aan alle uitzendingen mee, omdat ze denken, dan hebben we er nog een beetje in. Kunnen we nog even meepraten? Ander effect is dat... Maar dat is op een gegeven moment ook weer gestopt. Of hebben ze die suiker daadwerkelijk uit de Lipton gehaald? Nou ja, volgens mij niet. Dat hoeft ook niet, want zoiets waait natuurlijk ook gewoon weer over. Ja. Wat wel een probleem is, dat het een soort van hype na hype is. Dat het ook daardoor een soort van niet meer... Dat klopt, ja. Maar kijk, ik bedoel, ik denk, weet je, dat bijvoorbeeld alcoholvrij bier is nu ook populairder dan ooit, valt mij op. En dat er ook ontzettend veel goede soorten zijn. Ik bedoel, dus ik denk dat Buckler zou ook niet meer gebeuren nu, denk ik. Op die manier. Maar wat is er dan veranderd in... wat je schetst nou, kijk, dat er veel meer aandacht is? Nee, kijk, dus ik denk waar je gelijk in hebt, is dat je zet van nou op individuele producten heb je dat effect niet meer.
Ik denk wel dat... en dat dat ook nu weer doorgeslagen is naar allerlei rare foodblogs. Maar dat mensen op de verpakkingen kijken en daar kritisch over zijn en erover nadenken. Ik denk dat wel een beetje bij ons is begonnen. Dus dat we in die zin wel een soort blijvende invloed hebben. Dat mensen van, ja, wat zit er nou eigenlijk in? De wereld staat in brand. Door klimaatverandering zijn grote groepen mensen in gevaar. Hun thuis zal onbewoonbaar worden door stormen, overstromingen of juist uitdroging. Ook voor dieren ziet het er niet al te best uit. Als ze al niet in gevangenschap in de bio-industrie leven, zal hun leefgebied waarschijnlijk drastisch veranderen, waardoor het nog maar de vraag is of ze kunnen overleven. Daarom doe ik graag verantwoord boodschappen. Zo koop ik bijvoorbeeld, als ik al vlees eet, zoveel mogelijk kip. Dat zorgt voor veel minder uitstoot van broeikasgassen dan rundvlees. Maar toen las ik laatst dat dan weer veel meer dierenleed veroorzaakt. Eén koe levert namelijk evenveel vlees op als 200 kippen. Daar red je dan toch mooi 199 dieren mee als je alleen maar rund zou kopen. Dus wat is dan belangrijker? Het klimaat of die 199 levens? Ja, dus dan denk ik, nou dan koop ik toch gewoon een stukje vis. Maar dan wel kweek, want ik wil natuurlijk niet dat de zeeën leeg gevist worden. Lekker stukje zalm of zo. Maar nee, ik zie net weer een aflevering van de Keuringsdienst dat om die vissen te voeren heel veel wilde vis nodig is. Zo'n 5 kilo wild voer voor 1 kilo kweekvis. Dit schiet dus ook niet op. En dan denk je, dan doe je toch vleesvervangers? Maar een of andere onderzoeker aan de WUR heeft daar dan ook weer zijn twijfels over. Bij de productie van plofkippen zouden nog steeds minder broeikasgassen vrijkomen. Maar ja, die plofkippen, die zorgen dus weer voor het meeste dierenleed. Gelukkig kan ik wat ik ook koop in de supermarkt dat altijd meenemen in mijn katoenen tote bag. Het scheelt toch weer plastic. Of nou ja, katoen is dus veel arbeidsintensiever om te bewerken dan plastic. Je moet het land bewerken, de planten water geven, kunstmest gebruiken, oogsten, verwerken en verschepen. Katoen is ook veel zwaarder dan plastic, dus het kost veel meer energie om te transporteren. Er komen gewoon veel meer broeikasgassen door vrij dan bij plastic. Maar daar staat dan weer tegenover dat plastic wel bijdraagt aan die plastic soep in onze oceanen. Die dood doet dat dan weer niet. Ik weet het echt niet meer. Teun, ik vind het heel erg herkenbaar. Dit is wat ik in mijn achterhoofd... Ik heb soms boodschappenstress. Ja. En ik heb ook nog een geliefde die heeft veganistische neigingen. Die mij daar nog eens een keer overheen ook nog eens een keer zegt over wat ik bijdraag aan als ik wel een stukje vlees. Zijn jullie daar debet aan? Of ben jij daar debet aan? Voor mij is de Keuringsdienst daar wel... Ik ben groot fan van de Keuringsdienst. En ik ben wel gestopt met allerlei dingen dankzij de Keuringsdienst. Welke dingen? Zoals? En ik koop geen vlees meer in de supermarkt bijvoorbeeld. Dat was best wel een ingrijpende iets in mijn leven, omdat dat in je dagelijkse routine zit, zeg maar. Dus nu moet je ergens anders heen. En er zijn wel meer, zeg maar, wat kleinere dingen. En ik ben niet zo heel... Ik heb niet zo heel veel last van mijn geweten, zeg maar. Ik kan best wel wat dingen aan. Maar ik kan me voorstellen dat het onwijs, dat het heel erg balanceren wordt. Je komt al binnen, je komt op de groenteafdeling, daar begin je. Dan weet je dat het er mooi uitziet, maar dat het niet echt goed is of niet echt rijp. Dan loop je weer verder. Dan kom je bij alles wat in verpakkingen zit, wat sowieso niet deugt natuurlijk. Ja. Dan kom je op de vleesafdeling. Dan weet je eigenlijk dat die biefstukjes of van heel ver komen. Aan elkaar gelijmd zijn. Aan elkaar gelijmde producten zijn. Dan kom je bij het brood. Dat is geen brood. en dan komen we ook nog eens een keer bij de zuivel. Ik geloof dat margarine voor 98% overeenkomt met gemiddeld plastic. En wat dan ook nog is, wat je ook weet, zeg maar, dankzij programma's als de Keuringsdienst, dat Albert Heijn wurgdeals heeft met alle, of dankzij de columns die je schrijft, dat Albert Heijn wurgdeals heeft met iedereen. Dus daardoor ga ik altijd, denk ik, oké, gaan we naar de markt, dan is alles duur. Dus dan is het vast beter voor de producenten of zo. Ja, dan ben je wel bewust van deze rol die je hebt gespeeld in de stress van het dagelijks leven van mensen. Ja, een beetje wel. Ja, het gekke is dat ik er zelf helemaal, ja,
ik zie er toch ook gewoon heel erg de humor van in. Dat is misschien wonderlijk, of ik weet het niet. Maar kijk, het is natuurlijk een beetje lastig, omdat misschien haal ik nu alles overhoop. Maar de vraag is maar of de Keuringsdienst eigenlijk wel een programma over voedsel is. Ja. Dat zou je kunnen afvragen, want ik denk dat het ook heel erg, misschien wel voornamelijk, een programma is over marketing. Dat dan wel, die dan wel voornamelijk over voedsel gaat. En eigenlijk is mijn uitgangspunt in dat, kijk goed, uiteindelijk laten we dan wel zien hoe dingen allemaal niet deugen, hoewel we dat dan meestal niet zo hard zeggen, maar dat kan je dan wel te vrij makkelijk uithalen. Maar dat, als iemand op zijn verpakking zet plakvlees, en als het plakvlees, dan kunnen wij er geen uitzending over maken, snap je wel? Ja, je kan dan vragen, wat is dat? Maar het gaat toch eigenlijk altijd om wat er beweerd wordt en wat er dan werkelijk in zit. Dus wat erop staat en wat erin zit. Daar gaan die programma's eigenlijk meestal over. En dat maakt het juist ook grappig, omdat bedrijven die zetten iets op een verpakking. Vervolgens nemen wij dat bloed serieus. En dan gaan zij vervolgens zeggen, ja, nee. Maar u begrijpt toch wel dat we dat niet menen. Zeg, nee, ja, u zet het er toch op. Ja. Dat spel, dus daarmee kan je dus altijd, door zo serieus mogelijk te zijn, ontstaat dan eigenlijk de humor. Want zij moeten dan eigenlijk zeggen dat het niet waar is. En dat we echt uit de beginjaren was een van mijn favoriete uitzendingen over een reclame van Bertolli pasta saus. En dan zie je een paar oude omentjes, zie je een enorme pan roeren. En dan met een trappetje moeten ze dan ook bij die pan komen. Hele oude dametjes. En dan is de tekst, de payoff is eerlijke ingrediënten, eerlijke smaak. En het eerste wat we deden was, wij gingen naar de Voedsel- en Warenautoriteit. Die nog een beetje boos op ons waren, want wij hadden eigenlijk hun naam gestolen. Want zij de Keuringsdienst van Waren en wij de Keuringsdienst van Waarde. Hebben we rechtszaken over gevoerd en zo. En zeiden, ja, deze fabrieksomstandigheden, dat ze gewoon zo'n open pan en dat ze daar dan... kan dat wel? Ja. Nou, die man zonder werd, haarnetje. En zonder haarnetje. En die man werd er heel chagrijnig van. Van ja, die wilde daar eigenlijk... Terwijl wij wilden gewoon, ja, is dit nou wel verantwoord, weet je wel? En die ging dat heel ontwijkend op antwoorden, maar dat het eigenlijk... Maar uiteindelijk moest je wel zeggen dat het eigenlijk niet kon. En toen gingen we Bertolli bellen. Wat dus ook... Maar waarom vond die man dat het niet kon? Omdat hij het vervelend vond dat jullie deden alsof het spel waar was. Ja, dus dat... Kijk, als jij dit verhaal zo naar buiten wil brengen, dan nemen wij het serieus. En dat was dus... Dat was eigenlijk... Eigenlijk is het natuurlijk een soort ongeschreven afspraak tussen de zender en de kijker dat je het niet serieus moet nemen. Maar, dat is dus het ingewikkelde, dat je het met je onderbewuste wel serieus moet nemen. Want jij moet wel dus het idee krijgen dat het een authentiek Italiaanse saus is, die net zo gemaakt wordt als die oude oomtjes ook al deden. Had kunnen worden. Ja, dus dat is... Bij jullie uitzendingen, er is twee keer geweest wat ik me kan herinneren, toen ik echt versteld was, namelijk het bleek te kloppen. Ja. Namelijk handgeblazen glazen, geloof ik. Mondgeblazen. Mondgeblazen en dat vis ook echt met hengels werd gevangen. Ja. Dat de grote verwondering bij mij was dat de marketing klopte. Ja. Zijn we dan niet al zo ver gekomen? Omdat jij dacht dat het allemaal, dat alles onzin is. Ik dacht als iets met een hengeltje erop staat. Nou ja, nee, maar twee dingen denk ik. Dat denk jij, dat denk je. En je denkt, de Keuringsdienst gaat er geen uitzending over maken als het klopt. Jij denkt, als zij een uitzending gaan maken jullie dachten dat het niet klopte en erachter kwamen dat het wel zo was. Ik denk dat jullie begonnen vanuit de gedachte, ja, dat kan nooit waar zijn. Nou, met die mondgeblazen glazen van Ikea, dan denk je natuurlijk, ja, zo'n groot... Maar, nou komt, kijk, dat is natuurlijk de volgende laag, die volgens mij daar niet aan bod komt. Is dat beter? Ja. Natuurlijk is dat is natuurlijk weer de krankzinnigheid, dat wij toch altijd denken... Dat als iets handgemaakt is, dat beter is. We hebben ook een uitzending gemaakt over een trui. Staat net mijn hele kast vol met mondgeblazen glas. Ja, een trui. En dan zitten dus oude omertjes in China, die zitten daar voor een habbekrats met z'n allen truien te breien. En die trui die kost dan €300 van het merk Gant of 200, weet ik wat.
En zij krijgen er natuurlijk niks voor. En die zitten daar ja, een soort stukloon. Ja, laat het maar gewoon door een breimachine in elkaar breien, denk want, ik dan. Want dan kom je een beetje bij de vraag ook. Van wat is dan precies verantwoord? Wat? Ja, maar dat is dus... daarom schrok ik ook een beetje van jouw inleiding. Omdat ik dat helemaal niet per se weet. Dus, wat verantwoord is. Ja, en ook omdat... en ik weet ook zelfs niet of ik dat wel wil zeggen. Maar wat ik in ieder geval... Of je wil zeggen dat je het niet weet? Nee, of dat je, nee wat, dat vind wat, ik nooit een probleem. Wat maar, verantwoord, dat je, zou, als je het wel zou weten, dan zou je het misschien ook niet willen zeggen. Ja, nou ja, kijk, bijvoorbeeld uit dat fragment van net. Wat vind jij belangrijker? Dat het goed gaat met de dieren of dat het goed gaat met het milieu. Dat is eigenlijk, dat is gewoon bijna altijd een keuze. Dus het is bijna niet dat samen gaat. Dus je moet daar moet je gewoon een keuze in maken. Ja, maar dat is toch al een enorme ontwikkeling in ons denken als consument, dat ik er überhaupt over na moet denken. Nee, dat hoeft niet. Je kan ook, ik kan ook nee, zeggen... Ik kan, niet meer nadenken. Nee, maar ik kan ook zeggen, ik had nog een derde factor kunnen noemen, of de prijs. Dat kan ook. Of de smaak. Ja, je kan zeggen van, nou, ik wil gewoon de beste kip die er is. En nou, dat is een poulet de Bresse. En die kost, geloof ik, €40 voor een kip. Nou, dat kan. Ik was dus net een paar weken geleden op Cuba. Mm-hmm. En in Cuba is er geen reclame. Dat is sowieso heel raar. En er zijn gewoon niet zoveel producten vanwege die economische blokkade. Zij hoeven al deze keuzes niet te maken. Zij hoeven niet... Dit is gewoon fijn als er kip is... En die kip, ja, die komt van het eiland, daar is geen bio-industrie. Ja. De tomaten, die zijn in seizoen. Sowieso eten ze alles wat daar in seizoen is, want zo werkt het nou eenmaal. Ja. Als je niet al, dus het is, ik heb dus ook heel vaak, en dat is ook wel volgens mij wat uit dat filmpje van Tom een beetje spreekt, is een enorm soort keuzestress. Ja. Nee, maar dat is ook... Kijk, ik ben de laatste... Ik bedoel, waar ik echt een hekel aan heb, is om romantisch te doen over Cuba. Dat gaan we absoluut niet doen. Maar... Er is al veel romantiek op Cuba. Ja, maar goed. Ja, dat is vaak. Het was ook dus heel een veel, hele particuliere opmerking van Linda. Het was ook romantiek in de DDR en misschien zelfs wel in andere verschrikkelijke regimes. Omdat in 1984 zit ook een liefdesromance. Ja, daarom, dus dat is er, maar, dat, is to, maar dan, dat wil nog niet zeggen dat we zo'n regime moeten romantiseren. Maar ik heb ook uitzendingen gemaakt over voedselverspilling. En dan wordt er dus altijd wordt er gezegd van ja, wij moeten als consument dit en dat. Maar het is zo dat die supermarkten die staan gewoon vol met dingen die gewoon eigenlijk niet nodig zijn. En waar we dus allemaal uit moeten kiezen en waar dan ook en waar dus ook de fabrikanten die hebben eigenlijk hun moraal uitbesteed aan ons. Dus zij zeggen ja, bijvoorbeeld slavernij in de chocolade-industrie, dan zeiden ze gewoon letterlijk tegen mij, de consument wil dit. Terwijl er is natuurlijk geen consument die dat werkelijk wil, maar zij zeggen, we hebben onze verkoopcijfers, wij verkopen dit product goed. De consument zou kunnen weten dat dit met slaven is gemaakt, zij kiezen ervoor, dus ons treft geen blaam. Dus de volgende stap zou kunnen zijn dat zij gewoon afgehakte kinderhoofdjes in de winkel gaan leggen. Omdat ja, zij consument zelf, wil het. Die als koopt de consument het dan het. Koopt, is dat gewoon. Dan hoeft de producent daar geen verantwoordelijkheid voor te nemen. Volgens mij zijn er twee manieren waarop de media daarbij betrokken zijn. Dus aan de ene kant in de vorm van reclame. En die eindeloze marketingmachine die op ons doordraait. En het is echt heel verfrissend om daar 3 weken van gespeend te zijn. Overal. Dat is echt heel raar om dat mee te maken, vond ik. Dus die reclame die alles zal erg maken. En aan de andere kant heb je dus kranten die van alles schrijven over eten. En alles over eten is nieuw. Alles is nieuws, alles wat daaraan gerelateerd is. Waarbij ook heel duidelijk één studie... als er één studie is, dan wordt dat dan meteen als voorbeeld genomen. Hè? Deze studie laat zien dat suiker toch niet slecht is... Wat nog meer stress geeft. Dus aan de ene kant moet je kiezen uit al die producten op basis van marketing slogans. En aan de andere kant moet je dat middelen met informatie die je uit media krijgt. Maar waarbij ik denk dat de kracht en de macht van die marketing vele malen sterker is dan waar wij als journalisten nog maar, en ook wetenschappers
nog maar een beetje tegen kunnen opboksen. Dat is echt. Maar dat is dat zo? Want je zegt tegen de bierkaai. Want je zegt tegelijkertijd wel van ja, maar Unilever die wou eerst niet meer met ons praten met de keuringsdienst en nu ja, toch maar dat weer is wel. Ja, maar dat is dus een aanpassing van hun marketingbeleid. Ja. Dat zij denken van, dan hobbelen we mee, dan zeggen we nog een paar dingen, dan waait het wel weer. Kijk. Het slimste wat je kan doen eigenlijk is langzamerhand mijn cynische opvatting over de beste woord staan is saai zijn. Dus wat je gewoon moet doen is dat je gewoon een heel saai verhaal afraffelt. Dan denkt die journalist van fuck ja, dat is echt heel erg saai. Ik stop die er maar gewoon zo kort mogelijk in. Maar ik moet toch wel, Unilever heeft toch geantwoord, die kan ik er niet uitlaten. Ja, dan zit je daar maar mooi mee, weet je wel. Dan word je, terwijl als ze niet meedoen. Je hebt geen programma dan. En als ze niet meedoen, dan kan je heel erg roepen, ze doen niet mee. Ja, maar je zoekt toch ook heel erg naar die stuntelende woordvoerder die liefst drie keer zegt, ik doe hem even over. Of die, dat is dus ook een invloed van de keuringsdienst, is dat al die telefoonlijnen, die hebben allemaal na twee seizoenen de keuringsdienst echt hun beleid enorm gestroomlijnd. Van, kunt u even een mail sturen? Maar dat is sowieso interessant, dat je altijd afgewimpeld wordt met kunt u mailen? Ja, en dat was in het begin niet hoor. In het begin was het altijd, kreeg je hele antwoorden van dat mensen gewoon gingen gewoon zelf een beetje fantaseren. Maar waarom is dat dan erg? Want jullie zeggen altijd, nee, we willen niet mailen, maar wat is er erg aan mailen? Want dan kan je die e-mails toch ook laten zien? Of dat kan je minder goed in beeld brengen? Ja, maar kijk, het is gewoon, kijk, wij zitten nu weer ook te praten, maar als jij mij nu een mail stuurt en ik stuur jou weer een mail terug, ja, dan is dat toch niet, dan kunnen we dat wel gaan voorlezen, maar dat gaat niet echt. Als ik nu iets raars zeg, kan jij daar meteen op ingaan. Ja. Maar als jij mij mailt en ik, dan ga ik dus langer nadenken over hoe ik dat formuleer. Vervolgens zeg ik misschien toch iets raars, dan reageer jij op. Dan geef ik daar een ontwijkend antwoord op in de mail. En op een gegeven moment is het mailverkeer, dat gaat ook niet. Ik bedoel, als wij een half uur praten, ik weet niet hoeveel woorden dat zou zijn, maar zo lang mail je sowieso niet. Dus mailen is gewoon niet televisiegeniek, laten we het zo zeggen. Nou, je zei, als journalist heb je wel een rol en je kan dat controleren als een soort waakhond. Die marketing is heel sterk. Maar welke andere bronnen van informatie heb je als journalist om dan wel een soort waarheidsclaim te hebben over hoe het wel zit? Vertrouw je dan de wetenschap of zijn dat deskundigen? Nee, maar ik had het eigenlijk meer. Ik bedoel dat natuurlijk, die dingen. Maar wat ik bedoel meer is de invloed die je vervolgens hebt op gewoon de mensen, het publiek. Dus het is meer zo dat ook. Dat is ook. Je hebt bijvoorbeeld Jaap Seidel, dat is een voedselwetenschapper van de VU. Goede kerel. En die doet ook, die schrijft ook in de krant stukjes en die probeert ook gewoon zijn kennis te delen. Maar ik heb bijvoorbeeld, hij heeft een hele mooie term, dat is we leven in een obesogene samenleving. En dat is dus interessant als je dat afzet tegen wat jij dan op Cuba hebt gezien. En hij zegt, de voedselmarketing die is zo enorm en ook, en zeker ook gericht op kinderen. Dat als je hier gewoon door het centrum van Amsterdam loopt, of je gaat ergens naar het station, of je gaat naar de benzinepomp. Het is alleen al dat als je ergens een kopje koffie haalt, dat ze er altijd zeggen, wilt u er een koek bij? Daar word ik echt altijd zo, dan begin ik altijd meteen gesprek, dan moet u dat zeggen van uw baas zeker. Dat upsellen. Ja. Ja, maar dat is dus altijd met rotzooi. Het is niet van, wilt u er een appel bij? Hè? Het is altijd, wilt u er een koek bij? Dus en overal hangt reclame. En overal worden je hersenen geprikkeld. Oh, ik wil nu gewoon snacken. Of ik wil frisdrank of ik wil ijs. En die Jaap Seidel, die maakt zich bijvoorbeeld al heel, heel erg druk over marketing gericht op kinderen. Maar dat gaat allemaal ongelooflijk traag om daar maar iets aan te doen. En al dat geweld waar je dus dagelijks aan blootgesteld staat, wat je dus inderdaad, het lijkt me wel interessant van zo'n Cubaanse ervaring, daar denk je dan echt dat je daar met een televisieprogramma of met een rapport, ik geloof dat vandaag het rapport over kindermarketing, een nieuw rapport uitkwam, wetenschappelijk rapport, dat allemaal, dat kan alleen maar als je daar gewoon, als je daar keihard tegen optreedt. En dan krijg je dus het probleem
dat het rare is dat de mythe bijna van de vrije individuele keuze. Ik ga nu heel dierenwoorden gebruiken. Maar dat die kunnen mythe, onze luisteraars allemaal. Ja, aan, maar dat die mythe dus wordt opgehouden. Dat wij dus gewoon een soort autonoom persoon zijn. Die gewoon helemaal vrij die keuze kunt maken. En als er dus ingegrepen zou worden op die marketing. En dat is altijd de lobbystrategie van die bedrijven. Dan wordt onze vrije keuze aangetast. Terwijl eigenlijk hebben wij dan, wat mij betreft, meer vrije keuze. Ik kan daar wel interessante dingen over vertellen, ook vanuit de communicatiewetenschap. Binnen de communicatiewetenschap wordt er ook onderzoek gedaan naar kindermarketing. Soms wordt dat gesponsord door... Ja. Nou, je kan de kandidaten daar natuurlijk in noemen. Neem het John Campbell, Unilever. Ja. En wat daarbij heel interessant is, is dat er dan... Kijk, iedereen vindt eigenlijk wel dat het een slecht idee is, die reclame op kinderen. Dat begrijpt iedereen. Dan is het verweer vervolgens, kunnen kinderen doorzien dat iets reclame is? Want er is een soort opvatting over media, dat als je weet hoe media werken, dat je dan gewapend zou zijn tegen media. Ja, dus eigenlijk zeggen ze ook, we moeten die kinderen eigenlijk al een beetje vergiftigen, dan zijn ze later meer gewapend. Ingeënt. Ja. Dus dat heet mediawijsheid of mediageletterdheid. En dat betekent dat als ik kan doorzien dat iets een reclame is voor mascara, waarin mij eigenlijk met een soort seks verleid wordt om die mascara te kopen, dat is als ik dat weet, dat ik hem dan minder snel zou kopen. Dat is natuurlijk onzin. Ik heb een PhD in communicatiewetenschap. Als ik zo'n reclame zie, dan denk ik altijd, ik wil het. Dat ik bijna nooit mascara draag, behalve als ik op de podcast moet. Maar dat is het idee dat als je iets kunt herkennen als reclame, als je weet hoe het werkt, wat je natuurlijk bij de keuringsdienst blootlegt en wat ook andere dingen blootleggen, dat het dan minder erg zou zijn. Dat is een heel neoliberaal vertoog, want het legt de verantwoordelijkheid bij het individu. En niet bij degene die het kwaad doet. En het weerhoudt dus elke vorm van regulering. Dus het is ook logisch dat de overheid heel erg inzet op dit soort mediawijsheidprojecten. Ook mediawijsheid voor kinderen. Terwijl het natuurlijk totale onzin is. We weten dat dat niet werkt. Want we weten allemaal dat het bij ons... Je zou heel graag willen zeggen dat reclame op jou geen effect heeft... Maar dat heeft het natuurlijk. Ik weet het, jaren geleden was er reclame voor Chupa Chups, lollies. En dat stond op 0% vet. Wat natuurlijk een volstrekt ware claim is. Met Daphne Dekkers die dat aan ging prijzen. Maar die zijn wel op de vingers getikt. Die claim is waar. Het is ontzettend moeilijk om dat gereguleerd te krijgen. Vanwege dat neoliberalisme. Wij hebben natuurlijk ook een regering die daar heel erg in meegaat. Dat is het vertoog van de VVD. Maar pleit je nou voor overheidsingrijpen? Ik pleit heel erg voor overheidsingrijpen. Het is belachelijk. Ik wil even mijn woede hier spuien. Als je kijkt naar wat er om kinderprogramma's heen zit. Aan reclame. Dat is bizar. Als je kijkt ook hoeveel... reclame er in winkels gemaakt wordt op kinderapps. Weet je wel dat je Bob de Bauer macaroni hebt. Ja. En dat ligt dan precies op de hoogte van die peuters. Zodat die peuters gaan lopen zeiken in de winkel dat ze die macaroni willen. En als je dat neoliberale vertoog doortrekt, dan vervolgens, als je daar dus dan wat van zegt, zegt de mensen, ja, maar die ouders... De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Maar waarom... Ik vind het gewoon, ik kan het gewoon niet volgen. Want waarom, want er zijn ook andere ouders die dan zeggen van ja, wij zijn streng of zo. Waarom zou het überhaupt toestaan dat er is? Waarom moet er reclame voor kinderen gemaakt worden? Maar kijk, ik rook. En op die pakje staat tegenwoordig dat het helemaal niet goed voor je is. Ik wil wel een glaasje water. Ja, ik ook. Ja. En op die pakje staat dat het blijkt dus helemaal niet goed voor je te zijn. Stel je voor, als ik die gedachte doorzet, dat we dat ook zetten op andere producten, op snoep. Dat is dus nogmaals de verantwoordelijkheid bij de gebruiker leggen. Terwijl op het moment dat je weet dat een product kankerverwekkend is, zorgt voor enorm hoge kosten in de gezondheidszorg, dan moet je dat gewoon verbieden. En ik ben ook een ex-roker. Ik voel met je mee. Ik zie de angstige blik in jouw ogen dat je dat denkt. Roken is het allerdomste dat er is. Uitzending gemaakt, die moet nog uitgezonden worden, over ultrafijnstof. Dan ging ik met een apparaat staan op de Wieboudstraat, dus ongeveer de vieze straat van Nederland misschien wel. Nou, en dan sloeg dat apparaat uit.
Maar als er dan een roker langskwam, dan sloeg dat apparaat nog 10 keer meer uit. Dat is echt erger dan wat ook. Het lijkt me nu alsof je gaat vertellen dat er ook helemaal niet goed voor je is. Maar deze week heb jij een column geschreven over wat er in de inleiding stond. Wat was het ook weer? Suiker, zout en vet. Ja. Want je schreef, dan komt er een convenant. Ja. Want zo werkt het. Eerst wordt er dus heel veel geld gestokt in dat media-wijsheid initiatieven, zodat je kan laten zien dat je goed je best doet. En Coca-Cola sponsort Jok. En ze doen allemaal mee aan convenanten. En dan teken je dus een convenant, waarbij je zegt dat je in een jaar wat nog heel ver weg is, bepaalde doelstellingen, dat je de ambitie hebt om die doelstellingen te bereiken. Doet de tabaksindustrie nu ook, hè? Die zegt, wij moeten blijven bestaan, maar we gaan alternatieve producten aanbieden. Maar vervolgens, dit werkt ook alleen maar als pers daar aandacht aan besteedt. Als de pers schrijft wat goed van Coca-Cola, dat zij participeren in Jok, of wat goed van Unilever, dat zij zich gecommitteerd hebben aan dat convenant, want anders, dan is het niks, toch? Het moet toch ook bij de consument terechtkomen. En dat komt in de vorm van journalisten die daarover schrijven. Dat heb ik niet over jou. Maar... Nee. Ik zit even te denken. Ik probeer even te denken wat er zou gebeuren als dat dus niet zo was. Want dan zouden volgens mij consumenten gewoon boos worden. En zeggen, ja, hallo Coca-Cola. Dat is gewoon slecht. Dat moet je niet drinken. Want dat hele idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen, tussen aanhalingstekens, dat is allemaal onderdeel van die marketingstrategie. En marketing werkt alleen met media. Of dat nou een uithangbord is, of in de krant, via gesponsorde boodschappen of wat dan ook. Ja. Maar zonder media is er geen marketing. Maar tot hoe ver reikt het domein van de media? Ik bedoel, is het gewoon reclame en posters op straat en zo, dat noem je ook media? Dat zijn ook media. Ja. Maar dus die journalisten die braaf persberichtjes overschrijven, van kijk eens wat Unilever nu weer voor goeds aan het doen is voor de samenleving, omdat ze dit convenant hebben getekend. Ja, maar dat is dus... Zijn niet ook... Ja, zeker wel, maar dat is dus echt een probleem ik denk dat deze gedachte zo... Ja, dat de samenleving zo van dit neoliberale gedachtegoed doordezemd is, dat heel veel mensen het ook echt gewoon gezeur vinden. Ook de dingen die ik zeg en schrijf van, joh. En dan zeggen ze dus altijd ook, hè, het is net een beetje als met die mensen van de Voedsel- en Warenautoriteit, ja, maar dat weten we toch eigenlijk allemaal wel. Dus, maar dat bewijst precies jouw punt over reclame. We weten het allemaal wel, alleen we leven er niet naar, omdat de onderliggende boodschap van die reclames veel sterker is dan wat wij rationeel kunnen bevoeren. Ik moet nog zeggen dat ik het een hele enge gedachte vind. Kijk, we begonnen met dat we veel berichtgeving over eten hebben, omdat het een hele intieme, hè, fysieke ervaring is. Je stopt het letterlijk in je mond. Maar ja, als de overheid, als Mark Rutte gaat bepalen over wat allemaal wel goed of niet heeft hij vroeger ook gedaan, hè? Hij komt ook van Unilever. Nou precies, ja. die banden zijn vrij nauw. Ja. En ik geloof dat belastingtechnisch ook wel enigszins geregeld is tegenwoordig. Ja. Maar de gedachte dat je een overheid daarin hebt die daarin gaat vroeten, vind ik heel een nare gedachte. Je hebt Olympische Spelen, wordt ook gesponsord door Coca-Cola en Mars. Het gaat over sporten en de regis. Dat vind ik ook echt totaal idioot. Ja, dat vind ik totaal idioot. Want de enige, ik heb ook een keer een column geschreven, de Holland Heineken hel. Dat is natuurlijk al idioot dat een alcoholmerk, dat dus mag eigenlijk natuurlijk geen sport sponsoren. Maar dan hebben ze dus een truc gevonden door er gewoon een tent naast het sportevenement, waar dan al onze... dus het enige waarom Heineken en McDonald's en Burger King en al die bedrijven sport sponsoren, is omdat ze een gezond imago willen creëren. Precies, ja. Nou ja, dat is toch idioot? Ja, maar het tegenargument is natuurlijk, er is helemaal niets mis mee als je zo eens in een maand een lekkere marsreep eet. Er is ook niks mis mee, maar de associatie met sport is bizar. Ja. Ik mag van mijn trainer eigenlijk überhaupt niet drinken. Gewoon, ja. En ik mag al helemaal niet elke dag naar het Holland Heineken House als ik bezig ben met topprestaties. Ja. Wat, dus kijk, dus, oké, dan zeg je van nou de overheid... Totdat mijn trainer natuurlijk
benaderd wordt door Heineken. Ja. En Heineken hem meer gaat betalen dan dat ik hem betaal. Maar en dan zegt mijn trainer, het is prima dat je dat af en toe doet. Het Nederlands Olympisch Comité zou moeten zeggen. Hè, dus, als we dan zeggen, ik weet ook niet tot hoever je dingen inderdaad via de overheid. Maar het Nederlands Olympisch Comité zou moeten zeggen, dit doen wij niet. Want wij staan voor de hele, zo noemen ze dat, de breedte sport in Nederland. Dus voor al die amateursporters. En die krijgen nu dus het beeld dat bij topsport hoort bier drinken en mars eten. Ja, maar waar trekken de grens dan? Het gaat erom dat omdat we dus net hadden geconstateerd dat bedrijven dus hun morele overweging gewoon op ons afschuiven. Dan zeg ik nee, jullie moeten die morele overweging zelf ook maken. En dan zeggen ik wil hier gewoon niet mee geassocieerd worden. Ja, ik wil het even terugtrekken naar de media. Zou je dan, vind je dan, Teun, dat bijvoorbeeld ook sportjournalisten daar verantwoordelijkheid in zouden kunnen nemen? En ook gewoon niet meer kunnen zeggen, dit is de Jupiler League. Maar het is gewoon de eerste divisie, of weet ik veel wat het is. Ja, ja. En niet meer zeggen, het is dus gewoon niet meewerken aan die continue reclame. Ja, maar waarschijnlijk staat dat ook in hun contract. Daar ben ik bang voor, dat ze dat allemaal... Maar moeten we niet, want dat is het toch... vind je dat er een verantwoordelijkheid ligt bij journalisten? Om in ieder geval dit te bestrijden. En je kan elke keer zeggen, zijn in het Holland Heineken House. Hoe dom is het dat sport en bier met elkaar in verband? Dat kan je bij elk zinnetje kan je dat erbij zeggen. Dat vind ik wel, dat moet. En ook, kijk, dat is sowieso dat... Jongens, ik ben echt versteld van wat een belerende rol die jullie... Als een sportjournalist, je moet er gewoon berichten. Nee. En dat vindt ergens plaats, dan vindt een huldiging plaats. Nou ja, dan kan je daar gezellig, de koning kan daar Poetin ontmoeten, weet je wel. Dat is ook hartstikke goed voor de diplomatie. Het gaat erom dat als je kijkt naar de sportjournalistiek en ook naar bij de Haagse journalistiek geldt het ook wel een beetje. Is dat, laten we zeggen, de definitie van hun zelfgekozen definitie van hun journalistieke domein heel klein is. Ja. Dus als er dus een goed verhaal over doping komt, dan is dat altijd van iemand die geen sportjournalist is, bijvoorbeeld. En ik zie dat dus in hetzelfde. Als er als je het hebt over sportactiviteiten, een WK in Rusland, dan zal daar misschien... Zal de kranten misschien nog een andere journalist daarheen sturen om daarover over die zaak te brengen. Maar dat moet... Die toernooien worden alleen maar daar gehouden omdat sport en politiek zo verweven is. Daar hebben we ook een uitzending over gemaakt trouwens. Over sportjournalistiek? Nee, over hoe sport en politiek met elkaar verweven zijn. Ja, maar ik vind wel... Maar die sportjournalist zal er altijd voor kiezen om die verwevenheid te ontkennen. En gewoon laten we het gezellig houden. En gewoon ons op... de sport richten. Ja, die maar ook dat is dus naïef. Ja, dat is naïef, ja. Ik vind dat we daar een keer een uitzending over moeten maken. Linda, wie is Hidde Broersma? Dat gaat Hidde Broersma gewoon zelf vertellen. Kan hij dat helemaal zelf zeggen? Dat hij gaat zichzelf helemaal introduceren. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. Ik ben Hidde Broersma, ik ben wetenschapsjournalist. Van oorsprong gepromoveerd moleculair bioloog. En ik schrijf heel veel over voedsel, landbouw, biotechnologie, dat soort dingen. En ik heb vorig jaar een boek geschreven over het ecomodernisme en ook een documentaire gemaakt. En de documentaire die heet Well Fed en die gaat over het effect van de weerstand die wij in het Westen hebben tegen genetisch gemodificeerd voedsel op het leven van arme boeren. Nou, ik ben ooit wetenschapsjournalist geworden na mijn promotie. Maar voor mij was dat echt verschrikkelijk. Dat labwerk, 80% van de tijd zit je in het lab en dan doe je allemaal van het routinematige werk. En ik was er echt heel slecht in. Dus ik wist al halverwege mijn promotie, ik moet wat anders doen dan in de academie. Dus toen heb ik een cursus wetenschapsjournalistiek gedaan en toen bleek dat ik daar een stuk meer aanleg voor had dan het labwerk. Ja, ik ben ooit begonnen vanuit mijn richting als moleculair bioloog en daar werkte ik heel veel met genetische modificatie. En toen raakte ik langzaam maar een beetje in het debat verzeild rond genetisch gemodificeerd voedsel. En het raakte mij heel erg dat een hele potente techniek niet maximaal gebruikt werd. Nou, zo langzamerhand ging dat van genetisch gemodificeerd voedsel naar voedsel in het algemeen, naar voedselproductie. En zo langzamerhand werd het steeds breder. En merkte ik ook dat er gewoon, er is heel veel onzin als het gaat om voedsel in de wereld. Heel veel onzin, berichten. Dus er was ook veel te debunken voor mij. Voor mij leent wetenschapsberichten, die lenen ze niet echt voor nieuwsberichten. Voor mij moet je altijd
context erbij, grote achtergrondstukken. En dan wordt ook veel duidelijker hoe voedselwetenschap in elkaar zit. Want als je één studie hebt naar koffie, dat kan altijd een uitzondering zijn. En als je honderden studies naast elkaar legt, dan zul je zien dat sommigen zeggen dat het goed voor je is, dat sommigen slecht voor je is. En overal kun je dan een conclusie maken, maar dat gebeurt te weinig. Je ziet dat al die individuele papers, al die individuele wetenschappelijke artikelen, die worden allemaal opgepikt. Ja, en dan raakt het publiek raakt helemaal in verwarring. Maar ik vind dat je als journalist echt de verantwoordelijkheid om het publiek voor een deel ook op te voeden. Ik zie mezelf trouwens ook als journalist / activist. Dus ik vind ook dat ik probeer toch ook wel een soort levensvisie of een soort toekomstbeeld door te brengen naar mijn lezers. Je ziet dat er in de maatschappij een soort trend is, en helemaal onder hoogopgeleide stadse mensen, dat die hangen naar een soort natuurlijkheid. Die willen allemaal natuurlijk voedsel, die willen ook zelfs hun eigen voedsel produceren. En dat, de liefde daarvoor die gaat dieper dan een simpele, jongens, dit is goed voedsel, dit is slecht. Volgens mij zit er er zijn voor mij verschillende dingen die spelen. Ten eerste, volgens mij hadden jullie vorige week een podcast die begon met waarom je bepaalde kleren aan hebt en hoezeer dat ook een signaalfunctie heeft naar anderen. Nou, dat is met voedsel ook zeker zo. Voedsel is ook bijna een soort klassenstrijd. Dus met hetgene wat je eet, geef je aan dat je tot een bepaalde tribe, tot een bepaalde stam hoort. Dus je eet weinig vlees en je eet heel erg natuurlijk. En het zijn een soort leefregels die bij je club horen. Dat zit er heel erg achter. En voor de rest zit er volgens mij ook bijna een soort strijd achter van socialisme versus kapitalisme. Als je het hebt over natuurlijk voedsel, dan gaat het vaak over, dus weg van de grote bedrijven, eigen productie, autonomie over je eigen voedselsysteem. Dus dat zit er ook erg heel erg het is een soort counterculture tegen de kapitalistische maatschappij van de Monsanto's en de Syngento's die onze voedselproductie bepalen. Dus dat zit er voor mij heel erg achter. Kijk, en als je echt ingaat op natuurlijkheid, kijk, het hele fenomeen van natuurlijk voedsel is natuurlijk eigenlijk een beetje een misnomer. Want als je echt voedsel uit de natuur haalt, dan heeft een maïskolf, die heeft maar zes van die kernels, weet je die dingetjes, zes van die maïsdingetjes. En nu zitten er 2000 op, er is niks natuurlijk aan ons voedsel nu al. Een broccoli of een boerenkool, die zie je niet in de natuur. Dat is een product van eeuwenlange selectie. Dus wat mij betreft kan een beetje genetische modificatie kan er nog wel bovenop. Er zijn heel veel discussies over waar moeten we heen als het gaat om voedselproductie. Moeten we hoogtechnologische landbouw hebben of moeten we wat meer biologische landbouw hebben en natuurinclusieve landbouw? En volgens mij is dat ook weer een discussie die heel erg gaat over onze plaats ten opzichte van de wereld. Onze plaats ten opzichte van de natuur. Dus als je heel erg voor biologische landbouw gaat, dan zie je jezelf als één met de natuur en wil je in harmonie leven met de natuur. En als je de hoogtechnologische landbouw kiest, dan vind je dat de mens eigenlijk boven de natuur staat. Dat wij de kracht hebben om de natuur naar onze hand te en alle discussies die over landbouw gaan, of het nou gaat om GMO's, dus Gentech, of het nou gaat om bestrijdingsmiddelen, of het gaat om schaalgrootte, weet je, willen we grote boerderijen, willen we kleine boerderijen. Het gaat eigenlijk altijd over wat is onze plaats ten opzichte van de natuur. De reacties op mijn documentaire zijn eigenlijk nog wel opvallend positief. Het is natuurlijk, als het over de weerstand tegen genetische modificatie gaat, dan gaat het vaak over de weerstand dus tegen het kapitalisme, tegen de grote bedrijven, tegen de Monsanto's van deze wereld. En wij zijn in de documentaire op bezoek geweest in Bangladesh. En daar is een project met genetisch gemodificeerde aubergines die eigenlijk ontwikkeld zijn met publiek geld. En met een lokale universiteit, dus helemaal buiten de grote bedrijven. En je ziet gewoon dat de meeste mensen zijn niet in staat om de techniek, genetische modificatie, uit dat hele debat rond Monsanto te halen. Maar nu werden ze voor het eerst geconfronteerd met een gegeven van, hey, Gentech is meer dan alleen Monsanto, het is meer dan alleen kapitalisme. Dus ik heb veel positieve reacties gehad van mensen die zeggen, zo'n project als dit, daar zou ik best achter kunnen staan. En ik zelf zeg ook altijd, jongens, ik ben ook teleurgesteld in hoe genetische modificatie alleen maar wordt gebruikt om veevoer te maken. Want dat is op dit moment. Er wordt soja van gemaakt, er wordt maïs van gemaakt en koolzaad. En dat is bijna allemaal voor veevoer. Dus ik wilde ook heel graag laten zien, jongens, als wij als groeien, als groenen erachter gaan staan, als wij die techniek kunnen gaan gebruiken, dan kunnen we meer van dit soort projecten starten waar de armste mensen echt profijt van hebben. En daar kunnen natuurlijk wel veel mensen kunnen erachter staan. Ja, kijk, verantwoord eten houdt voor mij in dat het
gezond moet zijn, dat het veilig moet zijn en dat het betaalbaar moet zijn. En als het gaat om bijvoorbeeld genetisch gemodificeerd voedsel, is er een brede wetenschappelijke consensus dat er geen, dus dat de gezondheidsrisico's niet groter zijn dan met klassiek veredelde gewassen. Dus eigenlijk wat mij betreft, ik heb best wel vertrouwen in de instituties die wij in Nederland hebben. En op dit moment is het voedsel wat in de supermarkt ligt gewoon goed, veilig, betaalbaar. En dan ligt er wat mij betreft natuurlijk wel te veel ongezond voedsel. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken over veiligheid en dat soort dingen. Ik denk dat het voedsel nog nooit zo veilig is geweest als op dit moment is. Linda, wat ik interessant vind aan wat Hidde zegt, hij schetst een soort tegenstelling tussen enerzijds grote, kwaadaardige bedrijven en anderzijds de natuur. Ja. En daar zijn bepaalde mensen heel gevoelig voor. Romantisch. Mensen zoals ik, mensen zoals jij zijn er gevoelig voor. Terwijl er natuurlijk ook een hele grote groep mensen is die daar helemaal niet gevoelig voor is. Ja. Dan kom ik toch even terug op waar ik het eerder over had, namelijk over de marketing en over het punt is. Ga ik heel even het verhaaltje nog afmaken van de Bertolli. Want uiteindelijk ging ik dus naar Italië. En toen ging ik vragen in het dorpje, want de Bertolli-fabriek stond dus wel in Italië. En toen ging ik vragen naar waar is de Bertolli-fabriek. En toen zei moet je daar en daar. En toen keek ik omhoog en dan stond er heel groot Knor. Nou ja, dat is toch al. Hè? Zij zei altijd, en die mevrouw van de Bertolli, die van de marketingafdeling van de Bertolli, ik zei, wordt het dan ook door diezelfde dametjes gemaakt? Nou, misschien wel door een paar. Ze wilde dus niet gewoon nee zeggen. Ja. Maar in ieder geval met dezelfde beleving en passie. Passie is ook zo'n woord. En toen kwam ik daar, dus er stond Knor. Nou, dat vond ik al een hele andere beleving dan Bertolli. Het roept ook een hele andere associatie. Ja. Poedersoep. En uiteindelijk, ja, ik mocht niet naar binnen. Maar uiteindelijk heb ik de hele dag daar voor de deur gehangen. En toen kwam dus een jongen naar buiten. En dat was de sausjongen van de Knorfabriek. En die drukte gewoon met één druk op de knop, maakte die 10.000 potjes Knor. En toen vroeg ik nog aan hem van, hè, om het gewoon serieus te blijven nemen, heb je dan inderdaad zo'n grote ketel waar je dan ook nog van de hoge afstand nog... Nee joh. Oh ja, nee, het gaat nog verder. Ik liet het filmpje ook nog zien aan, dat stond ik dan even, hè. Ik liet het zien in het plaatselijke café waar iedereen in die Knorfabriek werkte of had gewerkt. Ja. En die Italianen die werden woedend van dit reclamefilmpje. Dus die zeiden ook, non igienico, wij hebben een ultramoderne fabriek. En dit is... Oh, ze voelden zich als simpele boertjes. Dus het grappige is dus, dat dus die romantiek die wij dus kennelijk allemaal hebben over de natuur, die wordt dus door die grote bedrijven ook, daarmee verkopen zij hun spullen ook. En dan ga je dus naar Italië, wat dus het wat meest romantische land van Europa is ongeveer. En daar zegt ze, nee, wij hebben een hypermoderne roestvrij stralenfabriek, gesloten systeem. Er kan geen vuiltje kan erbij komen. En ik heb helemaal niks tegen die moderne fabrieken. Ik zeg alleen, jongens, onze tomatensaus wordt gemaakt in de modernste fabriek van Europa. Dat is het. Dus ik vind het dus, wat mij dus eigenlijk niet zo tegen de borst staat, is dat zij dat maken. En dat in grote fabrieken. Maar dat zij dus juist proberen ons het gevoel te geven alsof het nog door oude mama's wordt gemaakt. Hidde, die had het over die ook gezondheidsclaims. Hè? Dat er in de wetenschap elke week verschijnt wel iets dat goed of dan wel heel slecht voor je is. Heb je als journalist daar, zoals hij zegt, een verantwoordelijkheid in? Ja, ik vond dat te wegen. Ik vond dat Hidde dat heel mooi schetste. En dat komt natuurlijk ook vanwege zijn achtergrond als wetenschapper. Je ziet dat heel erg bij eten. Hij stuurde een mooi overzichtje. Dat zullen we in de show notes zetten. Een mooi overzichtsgrafiekje van een aantal soorten voedsel die zowel kankerverwekkend zijn als preventief tegen kanker. Ja. Blijkend uit studies. En kijk,
De stelregel is eigenlijk één studie is geen studie. En dat is in alle vakgebieden zo. Dat zie je ook. De psychologie maakt zich daar misschien nog het meest. Hoe noem je dat? Schuldig aan. Weet je, dan hebben ze denk je, met 30 proefpersonen een experiment gedaan. Dan komt iets heel onzinnigs uit. Ja, dat is toch de meest recente voorbeeld is volgens mij dat hele verhaal over dat je nu helemaal geen wijn meer mocht drinken. En dat er toen een week later een behoorlijk, wat mij betreft, helder artikel stond waarom dat toch onzin was. Ja. En daar gebeurde dus. Dus volgens mij wat er gebeurt, is dat er altijd, er komt een studie uit. Daar wordt dan waarschijnlijk een heel eenvoudig persbericht van geschreven. Dat persbericht is misschien 2 pagina's, maar de journalist leest alleen de conclusie van een halve pagina op het eind en publiceert dan, we mogen geen wijn meer drinken. Het zit vaak dus nog een stapje tussen. Dus je hebt dan een persbericht en dan schrijft, weet ik veel, The Guardian erover. En die schrijft dan redelijk genuanceerd en die heeft dat heel goed gedaan. En dat wordt dan opgepikt door een website die leest het persbericht niet, maar die leest alleen het stukje van The Guardian. En die typt dat een beetje kutter over met een nog wat rottigere kop. En op een gegeven moment staat het op Linda Nieuws. Weet je wel. Ja, maar tegelijkertijd, ik bedoel bijvoorbeeld Maarten Keuleman, zei hij geloof ik, van de die maakt wel stukken waar hij gewoon heel goed uitlegt hoe dat dan wel zit, of wat hij dus ook zegt. Er zijn natuurlijk ook gewoon wel serieuze wetenschapsjournalisten die dat allemaal bij elkaar brengen en dan zeggen van nou, dit is het overzicht van de studies tot nu precies, toe. Precies, dus je moet altijd, dus Hidde zegt, je kan eigenlijk alleen maar achtergrondverhalen schrijven over wetenschap, over eten. Omdat je dus niet kunt hangen aan die enkele studies steeds. Dus je moet altijd meerdere studies samennemen en daar lenen nieuwsberichten zich gewoon niet zo goed voor. Klopt, ja. Dus de aard van het nieuwsbericht, die wenst iets anders dan wat wetenschap kan. En dat is natuurlijk met andere takken van wetenschap ook. Ze hebben een mooie uitzending over gemaakt, over wetenschapsjournalistiek. Hoe dat per medium verschilt en ook weer per discipline. Dus journalisten zouden er goed aan doen om niet meer op deze manier te schrijven. Maar het probleem is, voedsel is een soort seks. Food sells. Dus deze berichten, mensen. Food porn. Ja, mensen willen dus ook. Mensen, je hebt een hele grote groep mensen die willen graag lezen dat 2 glazen wijn per dag goed voor je is. Dat willen ze graag lezen. En aan de andere kant willen ze ook graag bang gemaakt worden. En vlak dus niet uit ook nog de hoeveelheid betaalde gesponsorde studies. Exact. Ook dus dat speelt daar ook nog eens een keertje in. Maar hier maakt ook een vergelijk met Maar wat vind jij, Vincent Afferdy? Want dat heb jij nog helemaal niet gezegd. Want jij zei net, toen wij zeiden, weet je, we verbieden en zo, toen ging je daar hard in. Wat vind jij dan dat de verantwoordelijkheid is van journalisten op dit gebied? Nou, ik vind dat, maar dit is een brede zin. Ik vind dat er ontzettend veel onzin wordt geschreven door journalisten over wetenschappelijk onderzoek. En überhaupt. Ik werk zelf aan een universiteit en daar zit natuurlijk ook een communicatieafdeling die dan naar wetenschappers toestappen en dan zeggen van nou, hè, laten we die nuance maar een beetje achterwege laten. Dan komen we daar naar buiten. En dat is een hele eigen industrie. Dat is voor de voedsel, wetenschappelijk naar voedsel natuurlijk precies zo. Dus dat is een meer algemene klacht daarover. Ik vind dat er een ontzettende aantrekkelijkheid zit in alles wat ophef creëert. Hè? Dus iets wat ik dagelijks doe, blijkt helemaal niet goed te zijn voor mij. En die Bertoli die je koopt, blijkt helemaal niet door die lieve oude vrouwtjes gemaakt te worden. Nee, maar nou schiet je een beetje door. Vind je dat niet hetzelfde ophef? Nee, helemaal niet. Want kijk, aan de ene kant heb je het over iets wat niet goed voor je is. Ja. En aan de andere kant, daarom zei ik al, voor een deel is het een programma over marketing. Het is natuurlijk met Bertolli, ja, je kan veel beter zelf pasta saus maken, maar met Bertolli saus is voor de rest niet zoveel mis. Nee, ja, dus ja, er zit waarschijnlijk te veel suiker in en veel starch. Maar goed, oké. Het programma gaat bijna nooit over of het goed is of slecht, maar het gaat om wat wordt er beweerd en wat is zo. Ja, maar het gaat toch over dat je dan als consument eigenlijk belazerd wordt? Nou ja, dus dat hoeft helemaal niet. Dat ze je een oor aannaaien met dat verhaal. Of dat je altijd al die producten eet wat niet goed is. Dat is wat Teun uitlegde. Dat het spel is dus dat je soort van wel ook verwacht dat je een oor aangenaaid wordt. Dus iedereen weet wel dat die omaatjes niet echt in die Bertolli-fabriek staan. Daarom is het zo'n sprekend voorbeeld. Maar tegelijkertijd is gewoon door die reclame is de omzet van die Bertolli met 25% gestegen. Dus voor onze uitzending sowieso. Maar dus
Dus wij weten dat het een spel is, maar tegelijkertijd spreekt ons iets aan waardoor we dat wel kopen. Maar dan heb je nog steeds geen antwoord gegeven op mijn vraag. Ja. Waar vind jij dan dat de verantwoordelijkheid van journalisten ligt? Als het gaat, nou, ik heb denk ik een heel duidelijk antwoord gegeven. Ik vind dat journalisten moeten berichten over een lang in een onderwerp moeten zitten, langdurig daarover moeten schrijven, een geheugen moeten hebben over, hey, dat is interessant, want vijf jaar geleden... En anders als ze dat niet doen, moeten ze dat dan verbieden? Ja, die moet het dan afdwingen bij de journalisten. Nou, ik vind dat... De overheid? Ja. Nou, maar ik vind dat... ik vind dat programma's als Keuringsdienst van Waarde... Dat daar inderdaad een hele belangrijke publieke taak zit. Jij bent natuurlijk ook betaald door de overheid om dat te doen. Ja, wel, een belangrijke publieke taak. Nee, maar de vraag is, als journalisten nou denken van... Dat kan Vincent nou wel willen, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Om langdurig dit en dat en dat. En dan vind ik dat je een onbetrouwbare titel hebt. Of het nou een krant is of een televisieprogramma. Ja, dan ben je gewoon een slechte journalist. Ja, maar moet je dan ontslagen worden? Of, ja. Ja. Dat jij dus, daar moet Linda lachen. Omdat jij dus wel vindt dat we net veel te ver gingen met over die marketing. Ja. Maar dus, terwijl dus een marketingapparaat van miljoenen of euro's. Maar dat één slechte journalist, die moet dus, als hij dus niet jarenlang diepgravend onderzoek doet naar de gevolgen van wijn drinken, maar daar gewoon één artikel over schrijft, dan moet hij ontslagen worden. Volgens mij komen we nu al op een soort links-rechts denken uit over liberaal. Het is heel racistisch, Vincent. Alle ruimte voor bedrijven, maar wel de pers aan banden leggen. Ja. Nee, maar ik denk dat er 7 persvoorlichters zijn op elke journalist. Er zijn geloof ik maar 10 wetenschapsjournalisten in heel Nederland, hebben we toen uitgezocht. Ja, er zijn er iets meer. Nee. Ja, hoeveel lobbyisten? Nog meer. Nog veel meer. Ik moet het hier even opnemen voor de bureaus communicatie, wat ik eigenlijk nooit doe, want ik lig daar altijd mee in de clinch. Dat alsjeblieft niet doen. Er was een interessant onderzoek van Jonica Smeets en Peter Vasterman. En zij hebben gekeken naar de relatie tussen het persbericht en wat er dan in de krant kwam en of daar overdrijvingen in zaten. En vervolgens ben ik daar een column over gaan schrijven. Toen ben ik het nog een stapje gaan uitzoeken. En het blijkt dat die overdrijvingen in het persbericht, blijkt uit ander onderzoek, komen van wetenschappers zelf. Heel erg waar. En abstracts, dus de samenvattingjes van onderzoek, die worden vaak niet in de peer review meegenomen. En het begint dus al daar. Dus in de conclusie van een paper staat alles nog goed genuanceerd. In het abstract niet meer. En die wetenschapper gaat dan zitten met zo'n bureau communicatie op basis van het abstract. En die wetenschapper heeft natuurlijk baat bij het aanzetten van zijn resultaten. Ja. Dus dat wil ik nog even corrigeren. Het ligt niet aan de journalisten. Ik vind dat de voedselmarketing wel mee. Nee, het ligt aan de wetenschappers. Wat het laat zien is dat het een systeem is in de samenleving. Dat neoliberalisme waar we het eerder over hadden. Wat dus alles doordringt. En dat maakt dus ook dat wetenschappers zich geroepen voelen om zich te laten sponsoren door Coca-Cola of door Unilever. Het maakt ook dat wetenschappers zich geroepen voelen om hun resultaten te overdrijven. Want zij moeten scoren in deze wereld. Dan krijg je, en dan zitten er allerlei laagjes tussen. En aan het einde heb je die arme consument. Ja. En wat we hebben vastgesteld. Als je het nou anders wil. Hè? Er werd gezegd door heren. Ik wil naar Cuba, maar dan zonder dictatuur. Ja. Nee, precies. Ja. Een soort, kan je in Nederland er buiten treden? Kan je off the grid met je eigen eten en je consumptie? Nee, maar dat denk ik niet. Dat moet je ook zo niet willen. Maar hoe kan je het dan anders doen? Ja, kijk, het probleem is, omdat als je zegt hoe kan je het anders doen, dan leg jij het dus eigenlijk al meteen weer bij de consument. En dat betekent dus dat de consument, die bevindt zich dus in een wereld waar die voortdurend op ingehamerd wordt om allerlei dingen te kopen. En te kiezen. En dat hoort ook nog bij zijn identiteit horen. Hè? Dus mensen rekenen hier ook nog een keertje op af. Ik voel me toch wel een soort van een beetje betrapt, zeg maar. Als ik bepaalde dingen doe die eigenlijk niet horen bij mijn klasse, waar we het vorige keer over hadden. Maar dus je wordt er de hele tijd op afgerekend. Ja, dat is toch wel wat? Ja, en dan moeten wij daar dus allemaal maar schrap staan en ons daartegen te weerstellen. Dat kan eigenlijk. Het doet mij denken aan mijn jeugd. Ik ben in een antroposofische kring opgegroeid. En had je de winkel De Zeiling. Waar je binnenkwam en altijd een bel was. En waarin je alle ontzettende lelijke groentes altijd had liggen. Ja, mannen hadden wij. Ja, met veel klei erop. Ja. Naast het bibliotheekje van Rudolf Steiner. Wat daar dan stond. Waarin je dan
En daar zaten die jute tassen met heel groot zeiling erop. Ja, maar dat wil je dus niet. Dat bedoel ik. Nee, maar volgens mij kan je er inderdaad helemaal niet buiten. Je kan niet jezelf buiten een soort tribe plaatsen. Kijk, ik probeer dan dus toch... Dat, maar daarmee word ik dus ook onherroepelijk onderdeel van het systeem... door ook te zeggen van mensen... kijk op de achterkant van het etiket in plaats van op de voorkant. Nee, dat soort tips van ook als je door de supermarkt gaat, hoe kan je dan... Maar tegelijkertijd is dat bijna onbegonnen werk. Linda Castro, welke rol kunnen media spelen bij verantwoord eten? We gaan trachten de vraag te beantwoorden. Ik denk dat media daar een heel belangrijke en goede rol in zouden kunnen spelen. Als je zo luistert naar zo'n Hidde Broersma, ik vind het heel interessant wat hij doet. De manier waarop hij te werk gaat, ook een aantal hypes probeert te ontkrachten, te laten zien. Het verhaal wat hij heeft, over dat het ook over meer gaat. Het gaat over onze relatie tot de natuur. Het gaat over eigenlijk sociologische dingen die rond eten zijn. Of journalisten zoals Steun van de Keuken, programma's als de Keuringsdienst van Waarde. Er zijn heel veel dingen die je kunt doen. Maar dat betekent wel dat je een beetje tegen de stroom in moet zwemmen. Kijk, En het probleem is dat ook in ons mediasysteem, dat ook ons mediasysteem niet gericht is op dat tegen de stroom inzwemmen. Maar dat het veel makkelijker is om met de stroom mee te gaan, om ook even dat nieuwsberichtje over te typen wat iedereen heeft, om het maar niet te missen, om angst aan te wakkeren. Dat zien we natuurlijk op allerlei plekken. Dus ik zie wel, weet je wel, laat 1000 bloemen bloeien. Ik zie wel een manier waarop media dat zouden kunnen doen. Maar op dit moment nemen media geen enkele, de media geen enkele verantwoordelijkheid. Er wordt veel te weinig verantwoordelijkheid genomen door de media. Maar als je nou dit verhaal van Hidde, ik vond het een heel interessant verhaal. Ik had er wel meer van willen horen, van waar hij dan eigenlijk echt staat. Het is me nog niet helemaal duidelijk. Maar tegelijkertijd, dit is gewoon super intellectueel. Dus dit is echt voor een... Als jij denkt van nou, we willen mensen als het ware bevrijden, hè, uit ons voedselsysteem, uit ons kapitalistische systeem bijna, zou ik zeggen, dat mensen weer autonoom keuzes kunnen maken, dan heb je daar ook weer niks aan. Snap je? Nou, omdat dit is voor zo'n kleine top... Weet je, zo'n nieuwsberichtje is lekker om te lezen. Maar als ik inderdaad dan op zaterdag zo'n verhaal ga lezen over wat nou het werkelijke onderzoek was naar die wijn. Ja, hoeveel mensen denk je dat gaan doen? En wat gaan ze daar dan vervolgens... Dan ga ik in het café zitten en dan zeg ik... Nou, het is toch niet waar van die wijn. Dat is dan de enige samenvatting die ik zo ongeveer dan weer heb, snap je wel. Dus wat een heerlijk gesprek is om bij een wijntje te voeren. Zeker, ja. Maar Maar omdat je als mediamaker toch niks kan veranderen, heb je dan ook een kleine verantwoordelijkheid of een kleinere? Laat ik het zo zeggen. Ik heb niks tegen die grote bedrijven. Ik denk dat ik geloof ook niet dat mensen alles zelf moeten verbouwen enzovoort. Ik denk dat het wel echt veel beter voor iedereen zou zijn als hij gewoon zelf zou koken. Als hij gewoon alle ingrediënten die hij in zijn pan stopt kent. Dat is eigenlijk mijn basisregel voor alles. En ook als je gewoon op verpakkingen kijkt. Je bedoelt als je alle ingrediënten kent, want als je inderdaad zelf iets maakt, dan weet je, ik gooi 2 scheppen suiker bij de lasagne saus, want dat is hartstikke lekker. Ja, maar niet allemaal xanthaangom en weet ik van waarvan je denkt, wat is dat nou? Maar even de E304 erbij voor. Ja, nou, dat is trouwens ook interessant. Daar wil ik ook binnenkort een stukje over schrijven, namelijk. Wat bedrijven nu doen, is mensen zijn nu bang voor 1-nummers. Dus wat doen ze nu? Ze zetten nu gewoon weer de volgende... Het product, ja. Ja, ja. En dan denken mensen, oh, nou ja. Citroensuur heeft een 1-nummer. We hadden trouwens graag Rosanna Hertzberger willen interviewen. Ja, nou ben ik dus ook fan van. Ja. Maar
Rosanna Hertzberger voor de luisteraar die zegt, er is niks mis met E-nummers. Ja. En citroenzuur is hartstikke fijn als je wil dat je appel niet meteen 5 minuten buiten, veel vitamine C zit. Buiten de schil bederft. Ja, maar niemand heeft tekort aan vitamine C. Dus dat is... Maar dat is eigenlijk... En de meeste van die pakjes en zakjes zijn werkelijk overbodig. Omdat dat eigenlijk alleen maar gewoon een hele dure... pakjes kruiden zijn. Ja. He, dus, ja, ik weet niet of jullie mijn favoriete voorbeeld kennen van boerenomelet met ui en prei. Zelf toevoegen ui, prei en ei. Alles dus eigenlijk. Ik zag hier een zakje kipkruiden liggen wat gewoon voor 80% zout is. Juist. En 15% paprika. Maar dat komt dus, nu komen we misschien wel ergens. Het komt dus omdat we hebben voedselangst of kookangst. Terwijl het eigenlijk echt allemaal helemaal niet zo moeilijk is. En ik denk dat, dat de meeste van die samengestelde producten, die zijn gewoon overbodig. Want wat eigenlijk het enige wat je koopt is dus een zakje zout met een recept erop. En dan denk je, oh, dat is handig. Nou, zo moet ik het maken. Dat is dus wel waar. Want toen ik op een gegeven moment ben ik inderdaad gestopt met... Ik kom uit een gezin waar alles uit de pakjes en potjes was. En op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt als jong mens. Ja. En toen zei een vriend van me, die zei... ik zei, ja, maar hoe moet ik dan zelf pasta saus maken? Die zei, nou kijk gewoon eens wat erin zit. Dus toen ging ik inderdaad naar zo'n potje Gran Italia kijken. Nou, daar zitten zongedroogde tomaatjes in en citroensap. En, ik ben ook via de Knor Wereldkeuken inderdaad van af. En dat kan vast lekker. En mascarpone, want dat is hartstikke lekker als je dat door je tomatensaus gooit. En het is veel lekkerder als je dat zelf maakt. En dat kan je gewoon, want je kan dus gewoon al die ingrediënten ook. Maar in is dat dan, ik denk dus dat we dus dan dat als wij dus allemaal gewoon die over onze voedsel- en kookangst heen stappen, dan kunnen we dat hele schap gewoon de deur uit doen. En, maar we krijgen toch ook het gevoel dat mensen ontzettend veel deugd hebben bij de waardering voor klassieke muziek. En dat ze toch wat vaker naar het museum moeten. En dat hardlopen goed is. Dat er een ontzettende zendingsdrang zit. De tijd die wij in de keuken doorbrengen is alleen maar die is ongeveer verwaarloosbaar geworden. Het is alleen maar achteruit gegaan. Ja, maar de producten die je ook in de magnetron kan zetten zijn verbeterd. Maar tegen de tijd dat je staat te wachten dat je spaghetti zeg maar kookt. Dat het water kookt en dat dan nadat die spaghetti klaar is. In die tijd kan je echt heel makkelijk een uitje snipperen en een tomaat verpulveren en dat doen. Hey, maar Vincent, ja. Wat denk jij dat media zouden kunnen doen als het gaat over verantwoord eten? Kijk, ik vind dat producenten moeten gewoon eerlijk op een product zetten. Wat erin zit. Hè? En dan moet je niet gaan... Het zou zo fijner zijn als iedereen in de wereld eerlijker was. Nee, maar ik vind dat je best regelgeving moet hebben dat als iets suiker is, dat je het suiker noemt. En als iets vet is, dat je het vet noemt. En vind je dat, ben je bijvoorbeeld voor een stoplichtsysteem op de verpakking? Nou, kijk... Wat is het stoplichtsysteem? Het stoplichtsysteem is gewoon dat je dus... dat in Engeland hebben ze het voorbeeld dat je dus op de voorkant van de verpakking... heb je dus gewoon rood, groen, oranje. Dus vet. Als er dus te veel vet in zit, is dat rood. Als er te veel suiker in zit, is dat rood. En dan kan je dus in één oogopslag zien... Moet je dan op volle melk rood zetten? Omdat er veel vet in zit? Ja, dat weet ik niet. Nou ja, maar dat is de vraag natuurlijk. Want drink een half glas volle melk, want dat is misschien wel veel lekker dan dat je die... Maar ik vind het eigenlijk oninteressant om het idee nu al dan niet te ondersteunen aan de hand van één voorbeeld. Ik bedoel, daar kan je... Eén product is geen product. Daar kan je heus wel uitkomen. Maar vind je het in principieel een goed idee of niet? Ja, ik vind dat een goed idee. Maar ik gelijk de kanten. We hebben natuurlijk kiesbewust en betere keuze en wat dan ook. Die komen allemaal uit de industrie. Ja. En die hebben allemaal weer een eigen belang daarin. Ik vind dat consumenten op de hoogte moeten zijn. Daarna moeten consumenten... En ignorance is bliss. Maar consumenten kunnen alleen maar op de hoogte zijn... als journalisten hun werk wat dat betreft uitvoeren. Nee, helemaal niet. Want er zijn heel veel mensen die lezen dat soort dingen helemaal niet. En die zijn niet geïnteresseerd. Je kunt niet als consument naar Italië gaan om uit te vinden of de Bertolli reclame klopt. Ja, maar daarmee bedien je een hele kleine stedelijke bovenklasse die zich daarvoor interesseert.
Probeer mijn geliefde drink sojamelk. Ga maar eens 30 kilometer buiten Amsterdam. En vraag dan nog maar eens een keer om sojamelk in je koffie. Er zijn genoeg veganisten buiten Amsterdam. Ja. Hoor. Die zitten ook in Nijmegen en Groningen. Ik was in Hernen en daar was geen sojamelk te vinden. Hmm. Ja. Het is toch ook een stedelijke cultuur. Het is ook een tribe waarin je zit. Waarin wij dat belangrijk vinden. Het gaat maar, en onze stam wil de rest van de wereld overwinnen. Nee, maar we hadden het ook over... suiker, vet en zout. En daar zit dus juist in die kant-en-klaar producten zit daar veel te veel van in. En dan kan je wel zeggen, is ignorance is bliss. Maar we weten ook dat obesitas een van de grootste problemen is van deze tijd, waar mensen van ziek van worden. En dat er dus iemand, en ik zou toch eigenlijk heel erg zeggen, de overheid de verantwoordelijkheid voor moet nemen om te zorgen dat mensen... minder kans hebben om daar snel ziek van te worden. En zolang de overheid dat niet doet, vind ik dat de journalistiek die overheid achter de broek aan moet zitten. Maar daar besluit ik nu ook tegen autogordels en valhelmen. Misschien verklaart dat een heleboel. Dit was aflevering 72 van de podcast onder Mediadoktoren. Dus wat moet ik nou doen, Vincent, dan als journalist nu? Jij mag als journalist... maak programma's waarin... Het is entertainment. Mensen hebben een aangenaam gevoel van ophef. Dus jij zegt journalistiek over voedsel is puur entertainment... en verder moet het gewoon elke pretentie ook laten varen. Dus de luisteraar, u begrijpt dat dit een interessante nazit gaat worden. Ik begreep dat er geen tijd is. Nee, we gooien nu het draaiboek uit de deur. Ik vind dat er veel pretentie is, omdat je... it's preaching for the choir. De mensen die naar Keuringsdienst voor Waarde kijken, weet ik, dat zijn wat linksprogressieve, hoger opgeleide mensen in een stedelijk gebied, die graag het gevoel willen hebben, zie je wel, ik wist dat wel, maar andere mensen weten dat niet. Dat is het plezier van het kijken. Maar nou heb ik... de afgelopen seizoen ook heel veel bij Jinek aan tafel gezeten. Ja. En dan blijkt dus inderdaad dat je op het ene punt gelijk hebt, maar op het andere punt dat het dus door heel veel mensen opeens wordt aangesproken die dan zeggen, oh, nou dat wist ik niet. En die dus nu bijvoorbeeld dan toch wel even kijken als ze dan bruin brood kopen of het niet stiekem wit brood is. Ja. Nou, dat is toch goed? Dat is prachtig. Ja. Ja, dan moet je vaak daar aanschuiven, maar op het moment dat je eigen titel hebt. Ik vind het ook raar, Vincent, dat je zegt... Dat alleen een bepaalde groep, of vooral een bepaalde groep, kijkt naar dit soort programma's. Maar dan kan je eigenlijk alles wat jullie als wetenschappers doen, kan je ook het raam uitvliegen. Ja, je kan toch niet behalve een soort fundamenteel onderzoek die leidt tot uitvindingen of zo, of een kankermedicijn. Kan je alle andere wetenschap is ook allemaal preaching for the choir, want dat interesseert echt verder niemand wat. Ja, maar wetenschap heeft een hele eigen dynamiek. Je bent verplicht als wetenschapper je te verhouden tot andere publicaties. Je kan het niet zomaar negeren. Dat is onderdeel van het spel. Ja, wat is dit nou van, dit is nou eenmaal het systeem. Ik heb het nu over de fundamentele waarde van waar je mee bezig bent. Niet om, dit is nou eenmaal het systeem, wij zijn verplicht. Je bent toch geen bonnen inklopper? Wetenschapper heeft een verplichting. Iets wordt niet serieus genomen, laat ik het zo zeggen. Het wordt niet gepubliceerd. Nee, het op het moment dat je je niet verhoudt tot wat er eerder over is gezegd. Nee, dat snap ik wel. Maar het punt is nu... Dat is dus heel fijn dat als je dat wel doet, dat je dan dus serieus wordt genomen door jouw eigen wetenschappelijke tribe. Ja. Maar daarbuiten word jij dus ook helemaal niet serieus genomen. Nee, maar die tribe die bestaat uit mensen die het fundamenteel altijd met elkaar oneens zullen zijn. En dat is wel een heel groot verschil tussen hoe het het gaat mij om het maatschappelijke belang van wat jij doet. En jij zegt, nou jij als journalist, dat is entertainment en heeft verder... geen waarde. Nou, dat vind ik dat kan. Maar dan zeg ik omdat je zegt, je praat eigenlijk alleen maar naar een bepaalde elite. Dan zeg ik, nou, dat geldt dus voor jouw soort wetenschap al helemaal. Dus dan denk ik van, ja, hoe kan jij dan eigenlijk nog überhaupt een oog dicht doen 's nachts, als je met iets bezig bent wat zo weinig relevantie heeft? Ik vind de vergelijking helemaal mank hangt. Nee, maar jij disqualificeert, zeg maar, dit soort... eetmedia, om het zo samen te vatten. Ik vind verstrooiingen van grote waarde voor de samenleving. Nee, maar je zei, het is verstrooiing voor een bepaalde groep en daarbuiten wordt het niet gehoord. Het is preaching to the choir. Ja. Dat vind ik hier geen relevante maatstaf.
Dus ook al preacher maar tot een kleine groep, er sijpelt toch nog wel wat van door. Hè? Het bereikt ook andere mensen. Zo slecht zijn die kijkcijfers van de Keuringsdienst van Waarde helemaal niet. Daar wordt redelijk veel naar gekeken. Teun schrijft ook voor de Volkskrant, wat toch een soort rechtspopulistische krant is tegenwoordig. Dus ik geloof wel dat het doorcijpelt. En ook als het dat niet doet, hè, laat het dan waar we het vorige keer over hebben. Hè, veel mensen willen toch ook leven zoals de hogere middenklasse leeft. Dus dat werkt dan ook wel door. Die waarde, dat geloof ik dat wel een beetje doorcijpelt. Dus ik vind die disqualificatie vind ik onterecht. Het is belangrijk dat dit soort programma's gemaakt worden. En ik zou, wat ik zei, ik zou willen dat veel meer journalisten zich dit zouden aantrekken. En wat minder journalisten zouden zeggen, wat bedrijven ook zeggen, dit is wat het volk wil. Het volk wil onzinnige nieuwsberichtjes over wijn en suiker. Ja, dus dat typen we maar over. Wij hebben daar een verantwoordelijkheid in, Vincent. Want wij leiden mediamakers op. Luisteraar, ik weet zeker dat u aan het begin van deze uitzending dezelfde mening bent toegedaan als nu na ruim een uur. Ik geloof niet in verheffing en verandering door de media. Misschien moeten we daar een keer over hebben. Maar de media zijn toch, die moeten toch gewoon de waakhond zijn. Die moeten toch bepaalde dingen tot de orde roepen. Oh, dat is in dit geval zo. Dat de regering doet bepaalde dingen niet. Als een soort waakhond hebben, dat de media daar een rol in spelen. Ik geloof daar helemaal geen... Je moet toch aan het licht brengen wat we hebben alleen maar meer media in de wereld, is er nou niet mooier op geworden. Oh. Ik vind dat wel, dat je echt domme dingen zegt. Ja, vind je dat? Ja, maar als je het niet begrijpt... Nodig een keer geen weten Als je het niet begrijpt, hoef je niet te disqualificeren. En we hebben nog helemaal niet over de monitor gehad. Vincent wil heel graag een einde breien aan deze uitzending. Okay. We kunnen ook gewoon door blijven praten, Teun, om het te saboteren. Praat er gewoon doorheen en dan ga ik het tekstje er doorheen praten. Nee, dat zal ik de luisteraar niet aandoen. Doe de afsluiting maar, Vincent. Ja, dit was aflevering 72 van de podcast onder mediadoktoren. Luister naar mijn rustgevende stem. Ik borrel natuurlijk. Dank u wel voor het luisteren. Maar denk je dan na over die dingen? We zouden het zeer verantwoord van u vinden als u een aanbeveling zou schrijven op iTunes. Ook zo'n groot kapitalistisch systeem natuurlijk. Dat helpt anderen ons weer te vinden. Dat zeggen we er altijd bij, dat we het daarom willen natuurlijk. De redactie van deze podcast bestaat uit Tom Aalmoes, dankjewel Tom, Narine Ismail en Frederik Tijlers. En natuurlijk Linda Duits en ikzelf, Vincent Kroonen, schrijft Linda op mijn briefje. Hartelijk dank, ons gast, Teun. Ja. Fijn, we gaan het niet met elkaar eens worden, denk ik. Maar nou, we laten de opnames niet... Het is een beetje lullig om het aan het einde van de podcast te zeggen. Als je net het einde hebt aangekondigd, dan kan hij ook niks meer zeggen. Nee. We zijn er over 2 weken weer. Tot dan.